Kijkers al langer dan 3 maanden moet mevrouw Nathalie Nieveld hevige pijn ontberen. Ze heeft het geld niet om te betalen voor een tweede heupoperatie. Ze gleed uit en moest de eerste heupprothese laten aanbrengen, wat al €1800 kostte. Ze nam daarvoor een persoonlijke lening bij de bank om die te betalen. En nu, na 6 maanden, moet ze een tweede heupoperatie doen aan de andere heup. De kosten zijn binnen 6 maanden van €1800 naar €2450 gestegen. Maar gelukkig komt het staatsziekenfonds in voor 75%. Mevrouw Wendy Nieveld gaat dus €612 moeten betalen uit eigen zak, wat neerkomt op bijna 5200 SRD. Nu is ze nog niet klaar met het aflossen van de lening ten behoeve van de eerste operatie. Dus ontbeert zij de pijnen en gaat ze door een dal van verdriet en weemoed. We brengen u eerst beelden van het eerdere item welke wij hebben gehad met haar en daarna de huidige, waarbij Louise Visman, de directeur van Evert Wolf, een bezoek brengt aan deze mevrouw. We zitten hier bij mevrouw Nathalie Nieveld met een heupfractuur hebben we er aangetroffen. Niet één, maar twee. Mevrouw Nieveld, hoe komt u aan deze fracturen? Dit zijn twee. Ik ben namelijk uitgegleden. Dus vandaar dat ik 2 heupfracturen heb opgelopen. Ja. Hoe staat het met de hulp die u heeft gehad? Nou, een STF heeft wel een deel gedekt voor me, maar dat andere deel moet ik zelf inkomen. En dat heb ik niet. Dus vandaar dat ik hulp heb gezocht bij 1 voor 12. Er zijn 2 fracturen. Hebt u een operatie moeten ondergaan? Ja, bij de eerste wel, ja. En de tweede moet ik weer geopereerd worden. Hoe is het gegaan bij de eerste operatie? Zo, bij de eerste had STF een deel voor me gedekt. En dat andere sterrendeel had ik alleen genomen bij de bank. Maar mijn salaris is nu zo belast dat ik niet aan een tweede lening kan nemen om voor die tweede te bekostigen. Hoeveel heeft dat u gekost, die eerste operatie? €1800. En die tweede die kost €2450. €1800, u hebt daarvan een deel moeten betalen? Ja. En dat was hoeveel? Bijna 6000 zoveel SRD. De operatie was gelukt? Ja, het is goed afgelopen, want ik heb geen pijn meer aan mijn rechterbeen. Maar nu is het mijn linkerbeen, en want ik glijd steeds uit. En want soms is het zo, het doet me zo pijn dat ik dat been helemaal niet voel. Dat ik soms gewoon, eergisteren ben ik gewoon uitgegleden weer in de kamer. Alleen van de pijn. Wat heeft de arts u allemaal verteld? Hij zei dat ik geopereerd moet worden, want die heup is niet meer om te herstellen. Dus ik moet een heupprothese krijgen. Dus u hebt de eerste gedaan? Of helemaal betaald, ja, geen pijn meer. Nee. En dan gewoon die andere, ja. Zo ongelukkigerwijs. Jawel. En hoe doet u dan met die tweede breuk? Nou, ik kreeg wel hulp. Maar het is vervelend als je steeds op mensen moet rekenen om je te komen helpen. Want ik ben iemand, ik hou van allemaal dingen zelf te doen. Ik kon afhankelijk van anderen te zijn. Ja. U woont alleen? Ja. En hoe doet u dan? Hoe doet u uw werk? Ik neem aan dat u ook zelf kookt. Ja, ik doe alles zelf, ja. U bent niet op het werk? Nee, ik ben al langer dan een jaar op het werk geweest. Maar de dochter die dekt wel mijn afwezige dagen. Ja. Mogen we zo vrij zijn om te vragen waar u werkt? Ja, bij sport en jeugdzaken. U zit dus bij de overheid? Ja. U vertelde me wat van een lening. Wat is dat precies? Is om die kosten te dekken. Maar mijn salaris is nu belast, dus kan ik niet voor een tweede lening gaan. Dus om die operatie, de tweede operatie te dekken. U heeft dus 1 voor 12 uitgenodigd om dit met de gemeenschap te delen. Maar natuurlijk met als einddoel dat u donaties krijgt van mensen voor de operatie. Jawel. Ja. Waar hebt u allemaal al aangeklopt? Nergens. Nergens.
Ik wil de gemeenschap vragen om me te helpen, want ik loop al 3 maanden op een kapotte been. En dat ding is lastig en ik heb veel pijn. Ik kan in de avond niet slapen. Ik wil de hele dag alleen maar van de pijnen. Dus ik heb jullie hulp alsjeblieft nodig. U hebt kinderen? Jawel. Hoe doet u met de kinderen dan? Ze zijn bij mijn zusjes. Ik heb 6 kinderen, moeder van 6 kinderen. En 2 kleinkinderen heb ik. Oké. En u bent nu alleen? Ja. Het verhaal van mevrouw Nathalie Niveld zal u wel bekend zijn. Mevrouw Nathalie Niveld moet een heupprothese ondergaan. En wij hebben van haar een kostenplaatje van het SZF gekregen. 5.100 zoveel SRD. Maar u weet, wij als IVA 12, wij zijn een arme stichting. Wij worden zelf ook ondersteund door donateurs die op ons ING-rekening wat geld storten. We hebben een beschermvrouw die ook aan ons doneert. Maar we hopen dat we na deze uitzending u wel blij kunnen maken om deze kosten te betalen. Ik twijfel niet aan hoor, mensen gaan sowieso ons willen helpen om de kosten te betalen bij SZF. Wij als 1 van 12, we hebben een kleine gebaar alvast in afwachting op mensen die ons kunnen helpen. Maar dit is een start wat wij aan u geven en hopen dat mensen ons verder kunnen helpen. Als mensen komende week niet reageren, mag je op me rekenen. Desnoods moet ik een lening nemen, ga ik dit wel voor u betalen. Ik ga u niet zo laten. Geeft u mij de ruimte tot en met woensdag. Als u niets hoort, dan... De mensen van God ga ik lief aankijken om dit bedrag snel bij ze te lenen om u te helpen. Ik zorg ervoor dat u uiterlijk woensdag, donderdag dit bedrag in handen krijgt. U krijgt van mij een kleine, is niet veel, een kleine 500 SRD hoor. Ik hoop dat ik u, het is nog niets vergeleken met het bedrag dat u nodig heeft. Daarnaast heb ik een voedselpakket voor u gebracht met vis, met van alles en nog wat. Dat hebben we gekregen van... De minister Hoefdraad die wekelijks pakket aan ons geeft. En zo gedenken wij de mensen in nood. Dank u wel. Hartelijk dank. Als je naar dit bedrag kijkt, wil ik je niet vragen, maar smeken. Om ons te helpen om dit bedrag te betalen. Het gaat niet om feesten, een auto kopen, huur te betalen voor een woning of zo. Voor de gezondheid. Laten we helpen. Ik reken op u eventueel te steunen. Om dit bedrag te betalen. Het is een, ik wil niet zeggen een klein bedrag. Want als ik het had, had ik het gelijk gedoneerd aan deze mevrouw. Maar als mensen ons niet kunnen ondersteunen, zal ik de eerste zijn om maandag, dinsdag bij de Goddebank te kloppen om dit bedrag te lenen en deze mevrouw te helpen. Wanneer moet hij de operatie ondergaan? Zodra ik dat geld heb.